Het echtpaar van de Spreng van de Spreng heeft op dinsdag 25 maart haar 60-jarig huwelijk gevierd. U heeft de naam inderdaad goed gehoord, maar wees gerust, voor het trouwen waren de twee nog geen familie van elkaar. Omdat ik grootgebracht werd door de familie van de Spreng. Dus mijn eigen vader heeft mij niet grootgebracht en toen ben ik ondergebracht bij een zekere familie van de Spreng. Dus uiteindelijk heb ik die naam overgekregen. En die familie heeft mij grootgebracht. Dus toen die later kwam uit Indië, want dat was zijn familie, en toen zagen we elkaar voor het eerst. Dus in principe waren wij dus geen familie, want oorspronkelijk heet ik Gardien van mijn eigen naam. Mevrouw van de Spreng komt uit Amsterdam. Meneer van de Spreng komt uit Nederlands-Indië, waar ook zijn hele familie vandaan komt. Van die tijd daar heeft hij nog bijvoorbeeld mooie foto's waarop diverse familieleden te zien zijn. Een andere tijd was het daar. Ach ja, geweldig. Was goed. Laat maar zeggen. Maar ik heb daar in Indië, laat maar zeggen, meteen na de oorlog, toen moest ik in dienst in. Nou, heb ik bijna drie jaar heb ik in dienst gezeten. Bij het KNIL. En mijn hele familie ging toen naar Holland toe emigreren. Maar ik moest achterblijven, omdat ik dienstplichtig was. Nou heb ik ongeveer bijna drie jaar, laat maar zijn, erin gezeten. Dus, Vervolgens is de heer van de Spreng naar Nederland gekomen en leerde hier zijn huidige vrouw kennen. En daarover weet mevrouw van de Spreng nog wel wat te vertellen. Van die verleden hadden we dus eigenlijk elkaar ontmoet. Hij kwam uit Indië en we hadden het eigenlijk niet zo, alle twee niet zo best. Dus op een gegeven moment dan ga je elkaar toch opzoeken. En ja, dan, hij was mijn hulp en mijn steun in mijn jonge jaren. Dus van lieverlee, het was helemaal niet aan de orde, maar van lieverlee zijn we maar verloofd en getrouwd. En toen zei hij tegen mij, want hij zat bij de marine. Hij zegt, weet je wat, laten we gaan trouwen, want dan krijg ik mijn gage. En zo is het gekomen. Uiteraard blijft er bij een feit als dit huwelijksjubileum één vraag hangen. Zijn mijn cameraman en ik een stuk jonger. We vragen ons altijd af, wat is nou het geheim om 60 jaar met elkaar getrouwd te kunnen zijn? De kinderen. Ja, de kinderen. Dat is de hoofdzaak van mij. Dat ik allemaal zijn, dit allemaal mee mag meemaken. Kinderen en kleinkinderen, dat is het voornaamste voor mij. Ja, kinderen en kleinkinderen. En achterkleinkinderen tegenwoordig? Ja, ook dat. Tuurlijk. Maar het is wel zo, wij hadden het altijd vreselijk druk. Hij had ploegendienst. En ik had 5 kinderen te verzorgen. Dus wat doe je? Je blijft doorgaan. Dus het is altijd, ik moet naar een ouderavond. Ja, dat kon niet. Ik heb de middagdienst. Dus ja, daar ging je er weer voor. Dus wij waren altijd, en later gingen ze middelbare school, hoger onderwijs. Dus het was werken geblazen en het gezin in toom houden. Dus werken, hard werken om dat gezin redelijk goed op de rails te houden. Ja, dat is. En toen ging de laatste ging eruit. Nou, heeft een maand. Nou, we hadden toen nog een kachel. Een maand naast de kachel gezeten. Niks gezegd, want de jongste ging eruit. Vond hij heel erg.